Het belangrijkste wat je nodig hebt is de software en daar heb je verschillende varianten van, zoals bijvoorbeeld Kodi of Plex. En die kun je downloaden op internet en één op één op je kaartje zetten, zodat je zelf vrij weinig hoeft te installeren. En die kaarten doe je vervolgens in je Raspberry en vervolgens moet je hem uiteraard wel aansluiten met een HDMI-kabel en een monitor. En je hebt een toetsenbord en een muis nodig en uiteraard een opslag als je niet op je SD-kaartje opslaat, opslaan, zoals bijvoorbeeld een externe harde schijf die je via de USB-poorten gewoon aan kunt sluiten.